Bolwerfjes spelen deed ik al van kindsbeen af. Grote constructies bouwen met Lego, Playmobil. Als we met mama door de stad wandelden, was ik altijd de eerste om aan de rok te trekken, om te blijven staan en naar de kranen te kijken. Ik ben Dries, ik ben hoofdwerfleider. Op de werf kom je zowat met iedereen in contact. Van arbeiders uit verre oorden tot architecten om de hoek. Je moet constant opletten, improviseren. Je moet uitdagingen durven aangaan, dingen durven veranderen. Ik beschouw mijn werf als mijn kindjes. Hè. Ik heb ook twee kindjes. Zoals de werf zijn er ook dikwijls oneenigheden en problemen, maar je probeert dat als een goede huisvader aan te pakken. Dat is eigenlijk ook wat ik doe met mijn werven. Als werfleider werk je naar een bepaald doel en dat is de oplevering en een klantentevredenheid, hè, zodat je ook eigenlijk zelf tevreden bent. Ik geef graag de sleutel aan tevreden mensen af en ben heel trots over wat wij gerealiseerd hebben.